is Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb ik een ander soort video dan normaal gesproken, want we gaan namelijk Call of Duty Mobile spelen op de nieuwe LG G8X10Q telefoon. LG heeft me namelijk dit mobieltje opgestuurd om de dual screen functie aan jullie te laten zien. Als eerste heb ik natuurlijk het mobieltje zorgvuldig uit de verpakking gehaald, want in de verpakking zit als allereerste, je raadt het niet, de telefoon, de G8X10Q zelf, met daarbij een 6.4 inch scherm, een 12 megapixel standaardcamera, een 13 megapixel groothoeklens, een Snapdragon 855 processor, in totaal 6 gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslagcapaciteit. En daarbij wordt de telefoon ook geleverd met een passend beschermhoesje, een USB-C oplader en een set oordopjes. Maar dat is nog niet alles wat erin zit. Er zit namelijk nog een extra doosje in de verpakking met daarin de dual display case. Je klikt de telefoon hier heel erg gemakkelijk in, waardoor je twee schermen tot je beschikking krijgt. Dit kan je bijvoorbeeld gebruiken om op het ene scherm een film te kijken en op het andere scherm te appen met je vrienden. Maar dit kan je natuurlijk ook uitstekend gebruiken bij het gamen. En dit is ook precies wat we vandaag gaan uittesten. Op het moment dat je Call of Duty Mobile of een andere game app opstart, kan je op het onderste schermpje de controls van deze game opstarten. Hierdoor blokkeer je niet het gamescherm en kan je dus alles en ook iedereen ten alle tijde zien lopen. De controls zijn ook nog eens volledig te customizen naar je eigen smaak. Zo kan je de positie bepalen, de functie bepalen, de grootte bepalen, extra knoppen toevoegen, extra knoppen verwijderen en alles wat je ook maar wil eraan aanpassen. Dit gaan we meteen live uittesten in een multiplayer potje. Dus bedankt allemaal voor jullie support. Bedankt LG voor het sponsoren van deze video. En Call of Duty Mobile staat open. Dus we gaan naar het potje. De game gaat beginnen op de map Summit. Nou, Summit kent denk ik iedereen wel als map zijn, want het is een heel, heel erg leuk mapje om op te spelen namelijk. Maar we moeten natuurlijk goed blijven opletten, want de game is al wat langer uit. Dat houdt natuurlijk ook automatisch in dat mensen al wat beter zijn geworden. En oh, niemand komt naar de openingsroute. Dan moeten we, er staat er wel in of niet. Nee, mijn teammate zit gewoon te schieten, joh. Dit wordt nog een spannend potje zo, want de enemies lopen allemaal via onder. Maar de vraag is dan natuurlijk, waar zijn ze nu? Oh, hier. Dat is één. Er staat er nog één daar. Oh, ik heb de rek attacken, jongen. Woe! Ik was weak en ik challenge alsnog, maar ik heb hem nog wel. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Oké, goed blijven opletten. Ze spannen aan deze kant. Zoals je zelf ook wel ziet. Oh, raak schieten, Jan. Dank u. Ik ben natuurlijk geen mobile speler. Dus het is voor mij ook af en toe dat ik echt compleet misschiet. En daar ben ik uitgeschakeld. Maar dat kan natuurlijk wel eens gebeuren. Het is ook zo dat als je deze telefoon gewoon wil gebruiken als normale telefoon, als een high-end normale telefoon, dan kan je gewoon de dual screen case weer van de telefoon afkoppelen. En dan heb je dus gewoon een normale telefoon. Dus dat is natuurlijk ook nog eens heel, heel erg handig. Schieten, jongens! Er stond een enemy. Zat er hier ook nog eentje? Ja. Uh-oh. Uh-oh! Die was scheef, jongen. Oh, ik deed serieus helemaal mijn best. Maar ik had er helemaal niks aan, want ik schoot alles mis, joh. Nou, hoppatee. Dan pak ik je wel op die manier. Staat er hier ook een binnen? Nee, die staat beneden, denk ik. Ik denk dat die beneden staat, of niet? Ja, zeker weten staat die beneden. Ja, lekker teammate. Goed gedaan. Maar dus nu rustig opletten, want ze kunnen nu links van me spannen. En dat denk ik eigenlijk ook wel, maar oh, kijk, we hebben een UAV. Lekker bezig, team. Daardoor wist ik dat hij er stond. Gewoon even op die minimap kijken, natuurlijk. Het maakt niet uit welke Call of Duty je speelt. De minimap is in elke Call of Duty belangrijk. Komt er nog één aan. Wacht, wacht, wacht. Purifier erbij. Of nee, ik heb de Sight aanstaan. Die is nog sterker. De minigun, zoals je merkt. En dan maak je iedereen mee af als je raak schiet. Rennen, rennen, rennen. Er zijn er nog twee hier rechts van me gespand. Die rennen ook door, zo te zien. Dus ik hoop dat ik ze hier tegenkom. Ja, er staat er nog eentje. Nice, awesome. En dan zijn nu wel de spawns geflipt. Oh nee, er staat er nog één. Oh, wat doe je daar? Die is gewoon teruggelopen, joh. Hij had eigenlijk de andere kant moeten lopen, die enemy. Spring. Yo, ik leef nog. En ik heb de kill. Kijk eens aan, zo doen we dat. Ik hoef niet te reloaden. Komt hij namelijk nog wel een nieuwe vijand aanlopen. Die staat te campen. Granaat, granaat. Ik heb hem! Wat? Ik had echt niet verwacht dat ik hem had. Ik moet wel mijn scoresticks even ingeroepen. Go, go, Hellstorm, go. Daar loopt er een. Komt die? Hoppa! Daar heb ik nog een hunter killer. Die kan ik ook nog inroepen. En dan is eigenlijk het potje. Oh, dit staat een enemy naast me.
Ja! Hoe heb ik je nog? Hoe heb ik je nog? Oh, nee. Ja, lekker. Ik heb nog een Hellstorm. Ik roep er gewoon in, want dat game is bijna afgelopen namelijk. Nu alweer. Hier naar binnen, hier naar binnen. Boom! En dan staat er nog een vijand voor me, maar die heeft pech. Want het potje is alweer afgelopen. Zo spelen wij hier al op ons LG-telefoon. Ik ga dit niet als enige potje doen, want ja, de games in Call of Duty Mobile gaan natuurlijk heel erg snel voorbij. Dus we gaan naar deze mooie killcam meteen door naar het volgende potje. De volgende game gaat meteen beginnen en het is de map Killhouse. Oftewel de map uit Call of Duty Modern Warfare uit 2007. Ja, 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 dit is al een hele oude map. Maar, ondanks dat het een hele oude map is, is het nog steeds een chaos map. En dat komt natuurlijk omdat die zo enorm klein is. Dit is echt een heel... Ja, lekker. Heel erg klein mapje. En je moet dus ook met alles wat je doet heel erg goed opletten. Maar ik heb hier een goede positie op dit moment. En ik kan natuurlijk ook alles in mijn scherm zien. Omdat ik helemaal niet met mijn vingers voor de knoppen zit. En oh, ik krijg alleen maar assisten! Teammates! Ja, nu ga ik erin pushen en dan ga ik weer neer, hè. Oh, reload rustig, reload rustig. Alleen maar assisten. Ah, dan word ik uitschakeld. Ik heb alleen maar assisten gekregen. Oh, en ja, die vaan die komt aanrennen met zijn PDW. Heel erg sterk wapen natuurlijk van dichtbij, want het is een submachine gun. Maar dat maakt niet uit. Ik heb mijn hunter killer, die gooi ik gewoon de lucht in. Die pakt vanzelf een vijand aan. Roep ik mijn UAV'tje nog eens in. Kijk, hier. Hoppa, dubbelkilletje. Granaat naar achter, want ze spannen daar toch wel namelijk. Je hebt in deze map een hele standaard spawnplek, omdat het natuurlijk zo'n enorm klein mapje is. En nee, word ik ook gekild door een hunter killer. Span je eigenlijk letterlijk meteen op elkaar. Dus je moet ook meteen opletten. Gewoon meteen ook je granaatje hop naar de andere kant van de map gooien. Want die krijg je elke keer als je inspant weer een nieuwe van. Dus je kan er beter gewoon gooien. Met een beetje geluk krijg je de kill mee. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Pak de sniper, jongens. Pak de sniper. Hij heeft alleen geen sniper in zijn handen, maar het is wel een sniper. Hoppa. Hoppa. Wacht. Ik druk op de verkeerde knop. Nee, geef me een pistooltje. Ja, ik heb je nog. Nee. Ik wilde reloaden, maar ik klikte op de verkeerde knop. Ik moet natuurlijk zelf ook nog even wennen aan de controls die ik zelf heb ingesteld. Dus dat ging helemaal verkeerd. Ik druk volkomen op de verkeerde knop. Ja, het is wel heel eventjes wennen natuurlijk, maar je kan de controls zelf aanpassen. Dus pas het ook op een manier aan dat je zelf weet welk knopje wat is. Want anders druk je, zoals ik dus nu zelf ook deed, op de verkeerde knop. En dat is niet helemaal de bedoeling, kan ik je zeggen. Oh, ik dacht dat het een enemy was. Uh-oh. Lekkere spawn. Hoppatee, zo doen we dat. Hoppa, die game zit er alweer op. Het is zo'n kleine map, het gaat zo snel voorbij. Ja, weet je. Gewoon omdat we zo lekker aan het spelen zijn, ga ik gewoon nog een derde game achteraan spelen. Waarom niet? Waarom niet? Dus op naar de derde game. Het laatste potje is van start gegaan op de map Hijack. Dit is ook een map dat eigenlijk iedereen wel kent. Want deze komt natuurlijk uit Call of Duty Black Ops 2. Een heerlijke... Wow, je bent er snel! Wow, wow! Een heerlijke map om te spelen. Ik heb ook even een andere class erbij gepakt, zoals je zelf ook wel ziet. Maar die vijand die had ik hier even niet verwacht, als ik heel eerlijk mag zeggen. Oh. Awesome. En dan moeten we goed blijven opletten, want ze kunnen van elke kant komen. Dit is natuurlijk een hele simpele 3-lane map hijacked. Dus ze kunnen via het midden, de linkerkant en de rechterkant op je afrennen. Maar met een beetje opletterij kunnen ze eigenlijk helemaal niks. Granaat! Ah, ik weet niet waar die ligt! Ik blijf er heel veel staan, hoor. Ik roep even UAV in, want ik heb geen idee waar ze nu zijn. Oh-oh. Oh, ik sprong per ongeluk. Dat is niet erg. Woe! Dit is wel een lekker intensief potje dit, moet ik eerlijk toegeven. Hunter killer gooi je gewoon weer de lucht in. Die zoekt het zelf maar uit wat hij doet. Zolang hij maar een kill krijgt. Go hunter killer! De hunter killer is een hele leuke scorestreak. Want eigenlijk, je gooit hem de lucht in. En hij zoekt zelf naar een vijand. En dan ja, komt hij eigenlijk neer op die vijand. En dan heb je natuurlijk weer een kill erbij. Dus ja, je hebt ook de swarm natuurlijk in Black Ops 2 zitten. Die zit niet in Call of Duty Mobile. Maar de swarm waren eigenlijk gewoon honderden hunter killers die rondvlogen. En dat was echt een hele, hele sterke scorestreak voor de mensen die dan nog weten. Oei, 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 oei. Als je helemaal de swarm had, dan konden de vijanden gewoon meteen helemaal niks meer. Sorry vriend, ik wist dat je daar liep. En ik heb je ook nog gekild. Kijk eens aan. Dan moet ik heel veel nu in de gaten houden waar de rest loopt. Oh, ik moet nog reloaden. Oh, dit wapen reloadt niet zo snel. Nice. Staat er hier nog een aan de linkerkant?
Awesome, die was al wiek namelijk. Staat er nog één achter me, maar er komen er ook nog twee hier aan rennen. Nee, ik werd omsingeld. Links en rechts, alle twee de kanten. Ja, dan is het de keuze maken. Welke kant ga je op, links of rechts? En ja, ik was hoe dan ook hier neergegaan. Het maakt niet uit welke kant ik koos. Ik was hoe dan ook daar neergegaan. Ik heb wel met mijn specialist ready staan. Dan gaan we weer met de minigun. Daar komt hij. Hoppa, dat is de eerste. Die minigun is zo ongelooflijk sterk, joh. Dat is echt niet normaal. Hoppa, dat is natuurlijk ook logisch, want het is een specialist. Oh, hij is leeg. Nee, ik had er nog drie. Ik had er nog drie, maar hij was leeg. Oh, dat is een verkeerde timing dat hij daar leeg gaat, ja. Ik had, weet je wat ik hier eigenlijk had moeten doen? Ik had op het moment dat ik zag dat ik geraakt werd... Oh, go, 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 go. Boom, triple kill. Dan gaan jullie alsnog aan. Ik had op het moment dat ik geraakt werd, had ik eigenlijk even dekking moeten zoeken. Wachten tot ik weer geheeld was. En daarna pas weer door moeten schieten. Maar ja, ik wil natuurlijk voor die feed gaan. Ik wil gewoon knallen. Dus ik ga er ook gewoon weer keihard in. Ondanks dat ik al geraakt was. Dat is niet heel erg handig. Maar maakt op zich niet uit. Want we hadden nu wel een mooie triple kill namelijk. En ik heb liever een triple kill. Dan dat ik maar een dubbelkilletje heb. De triple kill is altijd leuk om te halen natuurlijk. Weet je wat de laatste tijd mijn stopwoordje is geworden? Natuurlijk is mijn stopwoordje geworden. Dat is natuurlijk echt super irritant. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ik zeg het heel de tijd. Oh, en we eindigen met een double kill, jongen. Victory, hoppatee. Drie potjes gespeeld, drie potjes gewonnen op de LG telefoon. Op Call of Duty Mobile. En je kan natuurlijk ook de dual screen voor alles gebruiken. Je kan er een film mee kijken en appen tegelijk. Je kan ermee gamen en de controls op je andere schermpje aanzetten. Je kan het zo gek maken als je zelf maar wil. Want je kan gewoon twee apps tegelijkertijd gebruiken op twee verschillende schermpjes. Staand, liggend, maakt niet uit. Je kan de telefoon er ook weer uithalen. Waardoor je dus die hele dual screen case eventjes weglegt. En dankjewel LG voor het sponsoren van deze video. Jullie! Bedankt voor het kijken. Check natuurlijk de links uit in de beschrijving die er allemaal staan. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.